was dat, durf ik wel bescheiden zeggen, een soort succes. En dan is dat super fijn om in zoiets te staan, dat mensen erover aanspreken, dat die film leeft. Dus ik ben alleen maar heel blij en denk we allemaal. We hadden het stiekem gehoopt of gedroomd, maar het is wel uitgekomen. Dat is kei fijn. In de eindejaarsweek van Showbiz kan de film Zillion natuurlijk niet ontbreken. Amper 2 maanden na de release zijn meer dan 500.000 mensen naar de cinema getrokken om misschien wel de grootste hype van het jaar te kunnen zien. Het is echt waanzin hoeveel originele en nieuwe Zillionaires hun krachten hebben gebundeld om voor dit grote succes te zorgen. Ja, dat is echt boven alle verwachtingen. Ja, we hadden echt wel wat volk verwacht, omdat het leefde al lang en het is uitgesteld een paar keer. Maar 500.000 is inderdaad... Ja. Echt zot. Het is gewoon zo, tegenwoordig, ja, mensen zijn heel hard verwend door in hun zetel via een streamer naar heel goede content te kijken. En dat mensen gaan kijken, ik stap in mijn auto, ik koop een ticketje daar. Dat je mensen echt kunt mobiliseren om tot hier te komen, dat is gewoon echt super fijn. En ook, het was nodig voor de Vlaamse cinema. Die moest een beetje gered worden. En met allemaal andere goede Vlaamse films die dit najaar zijn uitgekomen, en Zillion is er één van, hebben laten zien dat het dus wel nog kan. Want dat mensen wel echt in staat zijn om te zeggen, kom ik ga voor die... full experience en ik ga naar het cinema in plaats van thuis. Het mooie is ook dat die film eigenlijk generaties verbindt, hè, toch wel, want zelfs jonge mensen, oudere mensen, iedereen is naar die film komen kijken, ouders vertellen hun kinderen over de goede oude tijd eigenlijk. Hoe zou je het verklaren dat de jeugd zo ook in die Zillion mode zit? Ja, ik weet niet, de 90s revival of zo die al wel een tijd bezig is, dat dat misschien aanspreekt en ik denk dat dat soort wat bij de mensen die het gekend hebben is een soort nostalgie van hoe zat dat ook alweer, hoe was dat allemaal weer gegaan, en bij de mensen die dat niet hebben meegemaakt, die willen dat dan toch ook graag weten. Allee, dat is dezelfde mystieke sfeer dat er nu rond hangt dan destijds, denk ik. Van, wat is er allemaal juist precies gebeurd? En dat wilde dan toch komen uitpluizen of zo in de cinema. Toch wel twee glansrollen hier naast mij, de Dennis Black Magic. Je hebt toch ook wel veel besproken geweest, omdat heel veel mensen zeiden van, is er niet iets te verheerlijkt? Is dat een commentaar die je wel hebt aangetrokken? Ik heb dat met alle liefde en met alle frivoliteit en met al het gevaar proberen spelen. Mijn hele discussie, ik heb me daar vrij neutraal op gesteld en die vragen dat je misschien aan de regisseur stelt. Maar ik ben zeer blij dat ik hier deel van mocht uitmaken en ik zou het onmiddellijk opnieuw doen. Ja, je bent ook gewoon de enige Vlaming die nog met zo'n beeldje staat. Ik wil dat toch even gezegd hebben. Maar dat beeldje is op de première kapot gegaan. Ik had dat dus aan de première op de Rode Loper. En heb dat hier in een minuut uitgedaan. En dan kwam Robin Brot naar mij toe. Hé, maat, goed hè? Ja. En die bril is dus helemaal kapot. Dus die bestaat niet meer. Of hij ligt ergens thuis, maar ik moet hem laten maken. De echte brilletjes. Daarnaast zijn er nog van die brilletjes. Die verschenen me, dat zijn fake brilletjes. Dat zijn geen echte brilletjes. Ik ben uit dat quote aan mijn mama mijn droom vertellen. Stop. Dennis, je gaat toch geen porno maken? Je zwabbert een beetje. Ik zou die iets stijver maken. Dennis, klopt het voor. Zeg, nee mama, ik ga geen porno maken. Ik ga porno mooi maken. Ja, Jonas, voor jou toch wel een grote doorbraak? Ik durf dat ook wel te zeggen hier in Vlaanderen. Maar, ja. Doorbraak. Ja. Sowieso. Ja, kan jij nog over straat lopen zonder dat iemand zegt van, zeg, u moeken? Wat zegt moeken altijd? Ja. Nee, dat lukt eigenlijk wel. Ik denk, dat zwart haar en dat brilletje in de film, dat doet wel veel. Dus... Maar ik krijg superveel fijne reacties en dat is echt ongelooflijk fijn. Ja, echt hartverwarmend. Alleen maar leuke berichten de hele tijd en iedereen gaat hem zien, meerdere keren nog. Dus zalig, ja. Zeker wel. Heb je nog contact met Frank zelf eigenlijk? Nee, maar met die nieuwe feestjes dat hem aan het organiseren is, ga ik misschien toch nog eens een berichtje sturen binnenkort. Ja. Maar toch niet nog iets. We gaan naar die feestjes, ja. Wij zijn daar. Ja, dat zal zijn. Bij deze ga ik mezelf dan ook gewoon uitnodigen, toch? Sportpaleis volgend jaar. Ja, zeker. Maar we mochten 20 man uitnodigen. Ja. Samen. Dus dat is al 2. Dat is al 3. Ja. 3 is al gezet. Zeg, ja, aangezien jij graag rollen naar je toe eigent eigenlijk, zoals je ook met Dennis Black Magic wel gedaan hebt, wat mogen we volgend jaar in 2023 van jou verwachten of wat hoop je? Ja, ik ga een nieuwe film doen in de zomer, maar daar mag nu nog niet heel veel van zeggen, over zeggen. Een film die uitkomt is een boek, Wil, van Jeroen Olieslagers, in de regie van Tim Milans, wat ik samen met Stef Aerts heb gespeeld. Dat is een film die volgend jaar uitkomt. Maar dat is totaal iets anders dan Black Magic. Goed genoeg, wat fijn is. Dat was heel spannend om te zien. Hè? En jouw plannen voor volgend jaar? Ik zit terug in theater eigenlijk heel veel te werken. Dus ik ben terug eigen producties aan het maken en nog bestaande producties.